Emiel Raterband is een internationale bekendheid aan het worden. Begin deze week stond hij in de rechtbank omdat hij zijn echte leeftijd, 69, wil veranderen in de leeftijd waarin hij zich voelt, 49. Wij denken dan, koepoe. Maar buitenlandse media nemen Raterband bloedserieus. A 69-year-old Tinder user is asking the court to change his age. Ja, de buitenlandse media raken maar niet uitgepraat over Emiel Raterband. Emiel Raterband. Die met zijn nogal ongewone verzoek alle headlines haalt. When I'm really 49 again, I will have a baby again. I will buy a new car again. Ik zie hier zelfs al cameraploegen uit het buitenland om ons heen. Het schijnt dus wel heel te leven. Dus op de een of andere rare manier heb ik dus een bepaalde open zenuw geraakt in de samenleving. Dat dus iedereen zegt, ja, hij heeft toch wel een punt. Is het niet ook een beetje toch weer een soort schreeuw om aandacht? Ja, dan houd het op. Heb ik gevraagd of jullie kwamen vandaag? Heb ik jullie gebeld van jullie moeten komen vandaag? Nee. De media zijn zelfs bereid om Mr. Chaka in te vliegen om hem te laten vertellen over zijn nieuwste kruistocht. Zondagavond ga ik naar Londen toe. Oh echt? Ja, dus dan even heb de boot? Nee, een vliegtuig, private jet, haalt me op. Private jet? Ja, voor de Good Morning Britain. Daarna om 10 uur doe ik BBC, een morning show. En daarna om 12 uur doe ik nog iets anders. Ik ga toch eventjes naar het moment toe dat je doodgaat. En het gaat nog heel lang duren, want je bent super fit. Doodgaat, hé. Welk geboortejaar komt er dan op jouw steen te staan? 1949 of 1969? 1969. Maar dan heb je 20 jaar gemist. Dat zei de rechter ook. Dat zei de rechter nou. Dat was een van de vragen van de rechter. Ja. Die zei, maar wat is er dan in die 20 jaar met jou gebeurd? Ik zei, met die 20 jaar gebeurd, die poetsen gewoon weg. De vraag is natuurlijk of Raterband ook echt voor de jonge god kan doorgaan die hij claimt te zijn. Je ziet er fit en jong uit, dat moet ik absoluut toegeven. Toch even testen om te checken of je jong van geest bent. Wat is de grootste hit van André Hazes, junior? Geen flauw idee, maar dat maakt ook niet uit. Maar daar wordt je intelligentie toch niet op gemeten, of wel? Zit je fysiek nog snor qua fitheid? Wil je eventjes mee nadoen? Wil je eventjes spontaan buigen? Doet u maar even na. Ja, dat komt een heel eind. Dat komt een heel eind, maar in zo'n eind komt het niet. Tot slot, hoe groot acht je de kans dat de rechtbank zegt? 100%. 100? 100%, ja, 100%, ja. De positiviteitsguru geeft zichzelf 100%. Ik geef hem 0%, maar ik vind het wel een stoere actie. Ja, het is echt een stoere actie. Maar hij werd best wel een beetje chagrijnig toen ik zei, is het niet weer een schreeuw om aandacht? Hè? Hij had echt een beetje chagrijnig. Maar wat is er stoer aan dan, jongens? Ja, ik vind het gewoon grappig dat hij op deze manier zichzelf weer helemaal in het middelpunt van de belangstelling heeft. Ik vind dat hij wel een redelijk punt heeft. Hij heeft natuurlijk helemaal geen punt. Ja, wel, nou ja, kijk, ik snap ook wel dat hij niet echt 49 kan worden. Maar als hij zegt, ik wil niet 69 zijn, want ik wil gewoon werken, ik wil belasting betalen, ik wil alles. Nou, waarom zou dat dan eventueel niet kunnen? Maar dit is dus wel grappig, hè? Ik heb van de week een gesprek over gehad met twee leeftijdsgenoten van hem. Ja, de ene is 7 jaar en de andere is 6 maanden. En die zaten alle twee zo. Die man spoort gewoon niet. Ja, nee, dan heb je dus pech gehad. Nou, Marieke, ga het even over. Het grappige is natuurlijk wel, het maakt een boel los. En inderdaad, de een vindt van wel, de ander vindt van niet. Maar iemand die zich er wel serieus ook mee bemoeit. En dat is ook niet de minste. We hebben hem al eerder hier in de uitzending net gehad. Jan-Hein Kuipers, advocaat. Die brandt zich natuurlijk ook niet zomaar aan iets waar hij totaal niet in gelooft. Mm-hmm. Dus we hebben Kuipers ook even. Hoe kom je daar nou bij? We hebben toch even om zijn reactie gevraagd vanmiddag. In de eerste instantie denk ik van, ja, hoe kan dat nou? Wat, waarom? Op basis waarvan wil die dat nou, weet je? Is dat puur voor de bühne of wat dan ook? Maar toen ik het zo las en ook het rapport van de psychiater las, dan dacht ik van ja, als hier blijkbaar een maatschappelijke behoefte is, in ieder geval bij Raterband, en ik denk bij veel meer mensen, maar ja, er is nooit iemand op het idee gekomen, dan moet je een soort van pionierswerk gaan verrichten om de wetgever te bewegen. Nou, en volg dat allemaal. Over een paar weken komt de uitslag op papier vanuit de rechter. Mm-hmm. Raterband zegt zelf, een arts heeft mij zelfs nog jonger dan 49 verklaard. Ja. Want mijn botten groeien nog steeds in plaats van dat ze krimpen. Nou, zal ik jullie eens wat vertellen, jongens. Als mijn lichamelijke leeftijd zou gelden, mag ik pas over 2 jaar mijn rijbewijs halen. Zo fit. Nog even één ding, één nieuwtje. Ja, want we hebben echt nieuws gemaakt vanmiddag. No. Ik vroeg hem, hoe zit het met die draagmoeders die jij hebt? Want hij wil graag nog een kind. Eén van de twee draagmoeders is zwanger, heeft hij vanmiddag bevestigd aan mij. Van het hoeveelste kind is dat dan? Dat wordt zijn 8e kind. Dit is echt, en begin dit jaar was deze man nog boeddhist, hè? Zo snel gaat dat.